Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Een beetje een rommelig wolkenpatroon boven Nederland. Dat heeft te maken met de invloed van laagdrukgebieden. In de ochtend trekt er een gebied met wat regen over het land. Trekt wel naar Duitsland weg. Daarna het langzaamaan wat droger begint te worden. Maar voor zon is vanochtend nog niet heel veel ruimte. Temperaturen 6 tot 8 graden. Vanmiddag komt daar wel iets bij. Het wordt 7 of 8 graden. En vooral in het noorden en westen breekt de zon af en toe door. In het binnenland is het nog wel kans op een enkele bui. De wind stelt niet veel voor uit zuidwest tot west. Voor vanavond zien we brede opklaring in het noordoosten van het land en daar gaat de temperatuur snel omlaag. In het zuiden neemt de kans op neerslag juist wat toe en in de nacht breidt die neerslag zich nog iets in noordelijke richting uit. Morgen dan een aantal buien, misschien zelfs met wat natte sneeuw erbij. Tussendoor af en toe een klein beetje zon en magere temperaturen van 6 of 7 graden. Nog altijd niet veel wind en dat geldt eigenlijk ook voor de zondag. Dan hebben we temperaturen van 7 graden. Nog een enkele bui en ook wat zon. Maandag regent het weer langere tijd en lijken de temperaturen tijdelijk weer iets op te lopen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.